als ik de straten afloop. Verrier. Schooiers en soldaten. Op de dievenspoor. De jongens. Schooiers en soldaten. Als ik de straten afloop. Verrier. Schooiers en soldaten. Op de dievenspoor. De jongens. De jongens. De jongens. Ja, nee, ik wou er wel weg. Dat is sowieso al vanaf het begin al. Maar wel normaal, toch? Dat ik gewoon normaal daar afgesloten. Maar ja, dat is dus niet zo. Tenminste, weer een plekje voor mezelf, toch? Want bij mijn ouders is ook niks. Het is wel mooi tijdelijk, maar voor de rest is het nee, joh. Mijn moeder die trekt dat niet, joh. Nee, ook niet. Nee, ook niet. Bij je ouders huh? Nee, dat sowieso niet. Ik ben al vet lang gewend voor mezelf, toch? Omdat ik al jaren uit huis ben ook, maar ja. Laatst was dat dan met de politie, dat er je politie aan de deur stond voor mij. En toen was het van, ja, je moet nu naar beneden komen en want je moet mee. Dit en dat. Ja, toen werd ik boos en ik had zoiets van, ja, politie, wat moet dat hier? Want stond ik hier in mijn kamer, stond ik te schelden van naar beneden. En hun stonden beneden en ik stond hier. En ik was alleen maar aan het schelden van, ja, flikker maar op, ik ga niet mee en dit en dat. Dus ja, toen reageerde ik dus een beetje fout. En toen kreeg ik met hun, toen kwam ik op het politiebureau. Ik werd dus meegenomen. En toen was het van, ja, als je volgende keer moet je wel normaal praten, anders heb je een nog groter probleem, dit en dat. En ik had zoiets, hallo, jullie halen me uit mijn bed, ik was net wakker. Ik ben niet iemand die snel opgefokt raakt of wat dan ook. Ik ben wel goed in omgang met andere mensen, maak wel snel contacten en dat soort dingen. Dus ja, ik ben eigenlijk best wel een rustige jongen, over het algemeen. Ik ben Wesley Holbera, ik ben 20 jaar en ik woon in Emmeloord. Gaat gewoon een knop om en dan is het gewoon bam. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet precies, ik word dan gewoon boos. En dan in mijn hoofd denk ik dan van ja, slaan. En dan precies van ja, ik pak wel spullen. Ze zeggen wel eens van ja, je moet op een kussen slaan om je af te reageren. Maar als ik op mijn kussen ga slaan, dan scheur ik me kapot. Ja, dat moet ik ook niet hebben, want dan kan ik niet slapen. Dus ja, ik weet niet. Meestal word ik gewoon, het is gewoon helemaal slopen dan. Maar ik probeer me vaak wel in te houden, dat wel. En dat lukt meestal wel. Ja, mijn moeder die is vroeger ook heeft ze in allerlei tehuizen gezeten. En ja, dus, die heeft al ook een best wel slecht verleden gehad. Ik weet ook niet alles natuurlijk, maar wil ik ook niet eens. Maar. En ja, ik ben zelf al vanaf mijn 6e uit huis. Ik heb thuis in, thuis uit. En ja, daardoor heb ik weinig contact met mijn ouders. Dus de relatie tussen mij en mijn ouders was toen ook heel slecht. Ik heb tussendoor wel eens thuis gewoond. Maar dat was het meestal niet eens langer dan een maand, omdat ik gewoon slaande ruzie kreeg elke keer. Nou, dat is ook niks. En de laatste jaren verbetert het wel heel erg, omdat mijn moeder ook ernstig ziek is. Die heeft kanker gehad, dus ze gelukkig wel van genezen. Dus ja, dan probeer je automatisch wel wat beter voor je moeder te zijn. Ja, met de jaren gaat dat vanzelf wel beter. Ja, het schijnt dat je dan heel moeilijk contact kan leggen met mensen. Dat je zich moeilijk kan binden, zeg maar, voor langere tijd. Dus ik heb nu dan een vriendin bijvoorbeeld. En het schijnt dat je met die hechtingstoornis het niet langer dan een half jaar vol kan houden en dat soort dingen. Ja, omdat ik ook heel veel in andere thuis heb gezeten natuurlijk, zou dat er wel mee te maken kunnen hebben, omdat ik bijna nooit thuis ben. Dus ik heb niet echt liefde gehad voor mijn ouders, om het zo maar te zeggen. Maar op zich probeer ik me 9 van 10 keer wel gewoon aan te passen, dat wel. Ja, alleen ja, soms schiet het er gewoon een keer uit. Als ik dan echt kwaad word, pak ik gewoon spullen van mezelf, die gooi ik kapot of ik schop ze kapot. Zoals ik heb dan in het huis gezeten, kreeg ik ruzie en heb ik door mijn kastdeur heen geslagen. En ja, door de deuren heen geslagen en zo. Maar ja, dat heb ik alleen als ik echt goed kwaad ben. De langste waar ik heb gezeten was 15 maanden. Dat was in Hoogveen, dat was een gesloten inrichting. Dat heette De Dree, heet dat. Maar daar heb ik het gewoon ook naar mijn zin gehad. Daar vroegen ze na 6 weken al van, wat doe je hier eigenlijk? Omdat het gewoon perfect ging. En ja, daar heb ik ook een record verbroken. Dan had je een strafstoel. Daar heb ik 999 keer op gezeten in 6 weken. Laatst werd ik door een van hun gebeld, gewoon van de begeleiders van hun, die vroegen hoe het ging. Ik zeg van ja, het gaat nu wel goed, ik ben met een huisje bezig en dat soort dingen. Ja, toen zei hij nog van ja, je record is nog steeds niet verbroken, dus daar moest ik wel om lachen, dat vond ik wel grappig. En, je ging naar een medisch kinderdagverblijf omdat je dus een nierafwijking had. Ja. 37 keer geopereerd ben geweest. En het gewoon thuis niet meer haalbaar was omdat je zus er ook in één keer bij kwam.
En dan jouw gedrag, dat kon gewoon niet. Hartstikke goed. Is nou wel weer goed, hoor. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 3 of 4 was. Omdat mijn vader zwaar alcoholist is, nu nog steeds. Tenminste, voor zover ik weet, ik spreek hem nooit. Ik ben er een aantal keren geweest toen ik nog klein was, gewoon om daar op bezoek te gaan. Omdat, ja, het is toch je vader. En dat ging telkens nou ook niet goed. En dan was hij meer aan het drinken dan dat hij aandacht had voor mij of voor zijn eigen vrouw of wat dan ook. En ja, de laatste keer dat ik hem heb gezien, dat is denk ik toen ik 14, 15 was of zo. Toen kwam hij hier voor mijn verjaardag en toen heeft hij gezegd van als je geen bier hebt, ben ik weer weg. En toen heb ik tegen hem gezegd van nou, is goed, dan kun je nu vertrekken en hoef ik ook niet meer te zien. En daarna heb ik eigenlijk nooit meer contact met hem gehad. Je woont nu thuis, maar het gaat best wel pittig. Ene keer luister je wel mee, heel lief, en de andere keer dan heb je zoiets van sodemiet erop. Elke dag ja. Dus? Nee. Nee. Nee, dat valt toch mee. Nee. Nee. Dus. Ja, voor de rest hopen we dat je toch nog goed terechtkomt. Ik wel. Jij wil op jezelf. Ja. Nou, moet je wel laten zien dat je het kan. Dat kan ik ook wel. En als ik over de weg gekikt word, ja, dat is niet mijn fout. Ja, niet altijd een ander de schuld geven. Ah. Nice. Waar is dat? Het is een inloophuis voor mensen met een beperking die moeilijk op straat gewoon vrienden kunnen maken en zo, zodat ze onderling gewoon met allerlei mensen met beperkingen bij elkaar zijn, zeg maar. En ja, mijn moeder en mijn stiefvader zijn daar vrijwilliger. Die schenken dan koffie in en zo. En ja, dat help ik ook wel eens bij mij af en toe. Is wel gezellig. Het zijn ook wel leuke mensen. Ja, ik heb zelf ook een beperking, dus het is dan wat makkelijker om ermee om te gaan natuurlijk. Ik hoor ook heel veel mensen van, je moet wat met kinderen of met jongeren gaan doen. Want, ja, omdat ik best wel goed met mensen kan praten ook. Bijvoorbeeld als iemand een probleem heeft, die erover wil praten, meestal komen ze dan naar mij toe. Omdat ik best wel goed naar mensen kan luisteren. En ik probeer ook altijd mee te zoeken naar een oplossing, ook al zit ik zelf ook diep in de problemen. Ik heb al een hele tijd op een sloperij gewerkt hier in Ameloord. Er zijn daar heel veel conflicten geweest onderling. Met mij en de baas ook, maar onderlinge collega's ook. Het was gewoon van hot naar her was het gewoon alleen maar gescheld en gevloek en gezeik van dit is niet goed, dat is niet goed. Dus heb ik gewoon voor mezelf gezegd van ik ga weg. En nou hoor ik telkens van ja, we zoeken nog mensen, dit en dat. En als ik daar dan heen ga van, hey, kunnen jullie mij nog gebruiken? Dus van ja, je was wel heel goed in je werk, maar je kwam je afspraken nooit na. Dus dan heb ik zelf ook al zoiets van laat me zitten. Hallo, is meneer Traas ook aanwezig? Wesley Horwede. Heb je een afspraak? Ja. Ik ben al 3 weken lang op zoek naar werk. Ik heb bij verschillende bedrijven gesolliciteerd, zoals Lidl, een Poys, zo heet de buurtsupermarkt hier. Bij de Gamma, dan overal sollicitatiebrieven ingeleverd en heen en weer vliegen elke keer. En 3 weken lang niks gehoord en Gamma was het enige waar ik wat van heb gehoord. Wesley, hoi. Hey. Goedemiddag jongen. Kijk, ik was benieuwd of je iets meer wist over mijn sollicitatie van vorige week. Ja, we hebben een hartstikke leuk gesprek gehad vorige week. Ja. En ik heb heel goed nieuws voor jou, Wesley. Dat is mooi. Ja, jij mag komen werken bij de Gamma. Dat is mooi. Hey, gefeliciteerd. Ja, bedankt.